Hallo, welkom bij een filmpje van Creations bij Jolan. Wat gaan we vandaag maken? Ik had besloten dat ik een leuk cadeautje ging maken voor de meiden die in mijn team zitten, Team Creations bij Jolan. En daarvoor had ik een aantal pakjes stampen, up dimensionals besteld. Die zijn altijd handig om te hebben. Dus ik dacht, nou, dat is vast een leuk cadeautje. Op dit moment is al het designer serie paper, oh wacht, ik vergis me, niet al een geselecteerd aantal designer serie paper in de aanbieding. En je kunt het bestellen met 15% korting via creationsbijjolan@gmail.com. En dan zijn jullie natuurlijk nieuwsgierig wat ik gemaakt heb voor ze. Maar ik heb gewoon een leuke wikkel gemaakt om de dimensionals. En ja, daarbij heb ik dus verschillende papiertjes gebruikt. Die dus nu op dit moment, of papiertjes, designer serie paper om het even goed te zeggen. Die nu in de aanbieding zijn. Dus dit is gewoon een leuk cadeautje, een aardigheidje voor de dames die in mijn team zitten. En hoe heb ik dit gemaakt? Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Ik pak dus een mooi velletje uit een van de pakken van de designer serie paper. Op de foto die hier in dit filmpje gedeeld wordt door mij, daar kun je zien welk designer serie paper in de aanbieding is met 15% korting. Ik pakte nu dit velletje. En waar je even op moet letten is dat het een leuk voor- en achterkantje heeft. Het is een stukje van 24 bij 13. Er gaan er dus twee uit een vel papier van 30,5 bij 30,5. Dus stel je voor dat je dus hier het andere stukje hebt. Dan blijft er hier nog een strook over. En dat snij je straks doormidden. Dan moet ik even denken waar ik mijn strook gelaten heb. Nou, ik heb een aardig rommeltje gemaakt. Oh, kijk hier. Hè, dus even goed neerleggen dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Ik denk dat jullie het zo beter kunnen zien. He, dus ik haal hier twee van deze stukjes van 13 bij 24 uit. En wat hier over blijft, deze lange strook, dat snij ik door midden. En ik dacht dat het iets van 2,2 is. Oh, ik heb hier een lineaaltje. Het is een strookje van, ja, 2,2. Dus dat gebruiken we straks ook nog. Dan pakken we ons snijrilapparaat. En ze zijn echt heel makkelijk om te maken, deze cadeautjes. Oh, even mijn snijmesje wegleggen. Ik ken mezelf. Je ril aan allebei de kanten ril je 6 centimeter. Dus we leggen hem even aan op 6 centimeter. Rillen 6 centimeter, wat ik net al vertelde. Je draai hem even helemaal om en we rillen weer op 6 centimeter. Kies gewoon even wat jij het leukste vindt. Ik vind dit gewoon heel mooi papiertje. Het is een wat duurder designer serie paper. Maar dat komt door al dat mooie goud wat erin zit. Je vouw het naar binnen. En wat je doet, is het onderkantje hier even lijmen. En dan kun je natuurlijk tape voor gebruiken. Maar het moet niet te dik worden. Dus gewoon echt een heel klein beetje lijm. Nou, dan vouwen we het even dicht. Nou, jullie zien al, hè, wat er gaat gebeuren. Nu zijn er twee dingen wat je kunt doen. Je kunt de vouw wat lager leggen. Dan krijg je een wat grotere flap. Of je kunt, zoals hier, de flap wat hoger leggen. Dus dat is een keuze die je zelf even moet maken. Nou, ik laat het even goed drogen. Nou, ik heb genoeg pakjes. Natuurlijk ook leuk om als cadeautje voor je klanten te geven. Dus dit gaat er zo meteen in. Ik heb besloten dat ik een kleine vouw doe. Je houdt even hier je nagel en je maakt hier een rechte hoek. Ja, maar nogmaals, je kunt hem dus ook verder vouwen. Dat is gewoon een keuze die jij maakt. Even goed of met je vouwbeen of even met je nagel aandrukken. Zorg dat dit gelijk is. Dan
En zoals je ziet, de basis is al klaar. Nou, dan schuif je hier een pakje met dimensionals erin. Dan hoop ik dat die al genoeg gedroogd is. Denk het wel. Dan leg je hem even goed op elkaar hier. Mijn stukje is namelijk iets korter. Wat ik altijd wel doe, is dat ik doe de sluiting aan de voorkant. Dat vind ik altijd mooier. Op die manier zie je gewoon dan aan de achterkant niks. En dan pak je gewoon een stukje dubbelzijdige tape. Wat dikker of wat dunner, net wat jij mooi vindt. En dan plak je het aan elkaar. Ik heb al een ovaal uitgestanst uit de set. Waar komt die uit? Layering ovals. Dat is gewoon een ideale set. En dat past zometeen precies in een pons die ik ga gebruiken. Vond ik het leuk om hier een touwtje omheen te wikkelen. Dan haal ik even het beschermlaagje van de tape eraf. En dan wikkel je hem er gewoon 3 keer omheen. Als je het niet meer nodig hebt, knip je even af. Een knoopje erin maken. Strikje. En je kunt hier natuurlijk van alles voor gebruiken. Lintjes leuk of wat van dat andere touw. Ik hou altijd hier van. Ik doe hier wel even een extra beetje lijm op. Zodat het goed vast blijft zitten. En wat ik zei, ik had al een stukje of een ovaal uitgestanst. Die plak je in het midden. Zo, nu had ik de tekst You're Absolutely Amazing gebruikt. Alleen ben ik natuurlijk weer de verpakking kwijt. Dus ik ga jullie even laten zien waar deze tekst uitkomt. Dat is de set Color & Contour Bundle. En wat ik al zei, ik gebruikte hier de tekst You're Absolutely Amazing. Gebruikte ik hiervoor. Nou, en dan had ik hier allemaal restjes. Nog zo. Een restje wit. Ik had hem al even op een clearblokje gedaan. Zo. Goud. Zo. Een tikje weer dicht. En ik ponste dat uit. Ik was eigenlijk van plan om deze als basis te nemen en hier de tekst in te zetten. Maar dit was net te klein en daar paste de tekst niet goed in. Vandaar dus dat ik een iets groter ovaaltje uitgestanst heb. En de tekst past hier wel in. Nou. Ik ponste hem even uit. Kijk, zie, hier past hij in en hier past hij er niet in. Dus ik dacht, ja, moet ik toch even wat bedenken. Want ik vond deze tekst gewoon heel erg leuk voor de meiden. Ook hier doen we even een stukje foam tape op. Of een dimensional. Net wat je bij jou in de buurt hebt liggen. En die komt hier in het midden. Dan vond ik hem daarna nog een beetje kaal. En zoals jullie weten ben ik nogal van de bloemetjes. Dus ik had nog een leuk oude bloemenpons. Ja, ik ponsen verkoop ik dus nooit. Die doe ik ook nooit weg, want dat gebruik ik gewoon zo vaak. Een mooi bloemetje nog in Old Olive. Dus weet dat een aantal geselecteerde Designer Series pakken peper in de aanbieding zijn. Met 15% korting. Wil je het bestellen? Stuur me gewoon even een mailtje op creationsbyjolan@gmail.com. Ik werk altijd graag met glue dotjes, want dat zit gewoon gelijk vast. Die doen we hier tussen. Even aandrukken. Nou, en zonder bling, dat kan natuurlijk niet. Dus ik doe nog even een steentje in het midden van de bloem. Nou. Ik
hoop dat jullie het een leuk ideetje vonden. Ik ga er snel nog een paar maken voor de meiden en voor mijn klanten. Zo, kijk. Mochten jullie dus willen bestellen, creationsbijjolan@gmail.com. Dankjewel weer voor het kijken en tot de volgende keer.